Kun je bij fundering op palen makkelijk een kelder toepassen? Ja, zeker. Het is zelfs zo dat de meeste van onze kelders worden toegepast bij slecht draagkrachtige grond en hoge grondwaterstanden. Je moet dan op palen funderen, want je hebt, de grond is te slap. Als je daar meteen op gaat bouwen, dan loop je het risico dat het allemaal gaat verzakken. Die palen gebruik je dus om een diepere liggende draagkrachtige laag te gebruiken, waar dan de woning uiteindelijk op komt te staan. Die palen wil je onder de funderingsbalk houden, eigenlijk niet onder de kelder hebben, want dat zorgt voor extra grote puntlasten in de kelder. En als je een prefab kelder hebt, dan zou je er dus een gat in moeten maken om uiteindelijk weer een koppeling met de paal te maken. Dat wil je allemaal niet. Met onze montagesystemen kan je de kelder eigenlijk zeer gemakkelijk aan de funderingsbalk bevestigen. We hebben een heel aantal lengtematen, 380 tot 7,40 meter. Die zijn in stapjes van 15 centimeter te verkrijgen. Je kan dan het best op zoek gaan naar een plek tussen de balken waar die afstand zo groot is en het liefst ook onder het trapgat. Je kan dan kiezen om die kelder met montageankers te bevestigen. Dat is eigenlijk een verbeterde versie van de stekkerbakken. Met stekkerbakken ben je soms wel een hele dag bezig met het uitvouwen. Met montageankers ben je eigenlijk in een half uur klaar met het indraaien van de ankers. Maar meestal is de voordeligste optie en de snelste optie om voor de sterkoppeling te gaan. Je kan de kelder dan achteraf plaatsen. Je hebt geen bronbemaling meer nodig. Het levert nog een aantal andere voordelen op. Het is eigenlijk zonder aanpassing in het ontwerp is een kelder dan in te passen.